gaan we het nog een keer proberen. Als je me dus niet verstaat, hier is nog ruimte. We gaan iets heel bijzonders doen deze keer. En dat kan ook helpen als je me niet helemaal verstaat. En dat is dat er een filmopname gemaakt wordt. En die komt op de website. Dus als je denkt, ik wil het nog een keer horen. Of je hoort van iemand anders die het had moeten horen, maar het niet gehoord heeft. Of je hebt het niet helemaal verstaan. We hebben hier een professionele filmer. En die zorgt dat het allemaal wordt vastgelegd. We beginnen, want anders krijg ik er zo een zenuwen van, met de oude vereniging. Goedenavond. Mij is vandaag gevraagd of ik even wat mijn praatje verband van de oude vereniging wilde houden. Wij zijn in oktober 2012 gestart met 5 ouders. Door omstandigheden zijn we nog maar met 3 ouders over. Erg jammer. Dus eigenlijk zijn we op zoek naar ouders die ons met ons mee willen denken, mee willen werken voor de komende jaren. Het stukje dat eigenlijk op de website van Ik Wil Zelf staat, zal ik even voorlezen. Ik denk dat niet iedereen dat gelezen heeft. In oktober 2012 zijn wij gestart met de oude vereniging voor Impuls. Wij willen meedenken met het schoolbeleid en hier een bijdrage aan leveren. Als klankbord geven wij advies aan de medezeggenschapsraad. Wij vinden een goede communicatie tussen school, ouders en leerlingen belangrijk. Daarnaast hebben we aandacht voor de inhoud van het onderwijs en het welzijn van de leerlingen. We willen dat leerlingen op school voldoende begeleiding krijgen en hebben hier aandacht voor. We willen samen met jullie, ouders en de school, zorgen dat leerlingen en ouders goed geïnformeerd worden over alles wat belangrijk is om te weten. We willen aanspreekpunt zijn voor de directie over schoolse zaken. En er staan er nog een paar dingen, maar eigenlijk moet er dit lijstje helemaal opnieuw gemaakt worden met ouders die zich bij ons komen aansluiten. We waren bijvoorbeeld aanwezig op de open dag. We konden ouders vragen aan ons stellen. Misschien hebben enkele van jullie ons wel gezien. We stonden precies op deze plaats. En we willen graag weten wat bij ouders en leerlingen leeft. Daarvoor willen we graag jullie input van ouders, leerlingen en docenten. En in de intent van inventariseren de informatie die we via jullie krijgen en koppelen deze info via de nieuwsflits ook weer aan jullie terug. We hopen met jullie ondersteuning en bijdrage kunnen leveren aan Impuls 3.0. En dan staat het mailadres eronder. Dat is oude vereniging impuls@pieterjelle.nl. Dus ik hoop dat er ouders staan die kunnen echt nog per ouders erbij gebruiken of komen scholen. Nou, ik zou die oproep graag ondersteunen. Ik denk dat het heel belangrijk is voor ons om zo'n ouderclub te hebben. Dus we hebben er ook al plezier van. De zalen, de ouderen, ze waren iets beter, alleen, ja. Zijn meid, goed. Helemaal goed. Ja? Ja. Ik heb alleen alsmaar het gevoel dat ik misschien niet hard genoeg kan schreeuwen. Kan ik niet ergens op, kan niet op zo'n tafel zitten? Hè? Ja. Ik weet niet hoe dat werkt. Heb je er al veel aan niet? Heb je geen steun? Jawel, maar ik heb het gevoel dat ik zo kijk naar jullie. En ik wil gewoon een gesprek met jullie voeren. Ik wil op de grond gaan zitten gooien. Jij hebt je hoge tafel. Ja, en als ik eraf klik, hè, dan denk ik dus wel de rest van dit jaar. Hé Jan, dan wil ik toch wel in de krant als ik eraf kan. Nou, mag niet. Ik zal het ermee moeten doen. Dus jullie ook. We zijn, denk ik, inmiddels, Marja, hoeveel jaar geleden? Dat we begonnen met Impuls? Ja. In 2005 zijn we gestart, in 2003 zijn we gaan denken. In 2003, 2005 zijn we gegaan, is de denkperiode de start. Ik wil jullie even terugnemen in die tijd, naar wat wij toen dachten, dat het onderwijs, waar dat naartoe zou gaan in die tijd. En in die tijd dachten we dat het onderwijs op weg was naar meer portfolio, dat het examen misschien wel zou verdwijnen. He, dus we hadden toen een beeld van onderwijs, dat een bepaalde kant zou opgaan. En als we nu kijken, dan moeten we constateren dat de kant totaal anders is.
Dat is de voorspelling uit die tijd, wat we toen dachten dat er ging gebeuren. En wat er zich feitelijk heeft afgespeeld in Nederland, is heel erg verschillend. In de tijd dat wij ontstonden, ontstonden er een heel aantal vernieuwingsscholen. Bijna al die vernieuwingsscholen zijn er niet meer. Wij zijn er nog wel. En één ding, wij willen er blijven. En wij gaan ervoor om ook in deze tijd, deze school, vol te houden en goed vol te houden. En op de manier waar we ervoor zijn. Dus de uitgangspunten die we altijd gehad hebben, die willen wij ook in deze tijd overeind houden. Ik wil jullie vandaag even meenemen met waar je dan allemaal tegenaan loopt. En ook hoe wij daar met elkaar denken weer een mooie volgende stap van te kunnen maken. Ik heb het een beetje opgeschreven natuurlijk, om te zorgen dat ik niet van alles vergeet. Waar we dachten dat het steeds vrijer zou worden. Ik weet nog de mensen die zeiden diploma's, eindexamens, dat is er dan niet meer. Zijn we naar een tijd toegekomen waarin we steeds... Ja, termen als transparant en opbrengstgericht en benchmark en gemiddelden. Dus in de inspectiesfeer, in de manier waarop je als school moet presteren, zijn we terechtgekomen in een tijd waarin het verschil tussen de 6,1 gemiddeld en de 6,2 gemiddeld ontzettend groot geworden is. Soms heb ik het gevoel alsof we bij hardrijden op de schaats... bij de 110e, die secondes die dan ineens wereldgrote verschillen zijn, dat we daar beland zijn. In het onderwijsland is een gemiddelde ineens heel belangrijk geworden. Impuls is een kleine school. Impuls is dus qua gemiddelde altijd een moeilijke school, want een gemiddelde met kleine aantallen is ingewikkeld. 1 kind eronder, 1 kind erboven. Situatie waar Impuls in zit. Maar één ding wat we toen voorspelden, wat de mensen die toen hebben gedacht, en er zitten er een paar in de zaal van de collega's die meegedacht hebben, wat ze toen dachten is uitgekomen. En dat is dat kinderen, als je ze veel tijd voor persoonlijke ontwikkeling zou geven in het begin van hun schoolperiode, dat ze dan later dat zouden inhalen. Dat ze dan dieper, sneller, beter zo'n examenprogramma tot zich zouden kunnen nemen. Die voorspelling is uitgekomen. Onze havisten, onze VWO'ers, doen het hartstikke goed. De stappen die ze maken, want ik heb ze natuurlijk een paar jaar geleden ze naar de buurschool moeten overzetten. Want die kinderen hebben toen de wereld aan ingewikkelde omstandigheden meegemaakt. En ze hadden gemiddeld een punt hoger dan de kinderen van de... Ook mijn eigen school hoor, dus ik ben er ook hartstikke trots en mee bezig. Gemiddeld een punt hoger. En grappig, het jaar erop weer. En het ziet er dit jaar weer naar uit. Dus dat ze op de termijn een enorme slag maken, is gewoon keihard aan te tonen. Ik weet, zullen tussen jullie zitten die denken, wat leren we hier eigenlijk? Leren we hier wel genoeg? Mijn vriendjes, vriendinnetjes op andere scholen leren andere dingen. Leer ik wel genoeg? Je leert het op een andere manier. Dus je ziet dat die persoonlijke ontwikkelingstijd, dat die, en dat hebben ze goed bedacht in het begin, dat die zichzelf terug zou betalen op het eind. Qua werkhouding, qua snappen wat belangrijk is, qua keuzes maken. Je haalt een impuls er zo uit. Ik weet dat ik laatst met kinderen zat te praten en ik dacht dat het Montessori kinderen waren. Ik snapte er niks van, tot ik snapte dat impulskinderen waren. Dus er staat iets in de stand van onze kinderen, dat gebeurt in die eerste paar jaar, en dat is fantastisch. Ik heb het over HAVO-VWO. Met die inspectie krijg je natuurlijk met al die getallen te maken, en dan ontdek je dat, waar wij natuurlijk best trots zijn op onze MAVO-kinderen, dat die met hun examenresultaten net iets onder de maat zitten. HAVO-VWO-kinderen, goed aan de maat, over de maat. En de MAVO-kinderen, net wat onder de maat. Nou, dan moet je dus, daar hebben we dus verschrikkelijk veel denkkracht in gestopt. Van wat is dat nou? Waarom gebeurt dat? Kunnen die kinderen impuls minder aan? Ach, onzin.
En toen realiseerden we ons ineens dat in die periode vanaf het begin naar nu er nog iets veranderd is. En wat er veranderd is, is dat het examenprogramma van de MAVO, van de TL, is naar beneden gezakt. Dat begint bij de meeste TL-scholen in de derde klas. En dat zijn wij eigenlijk misschien vrij automatisch, of omdat we examinatoren hadden, zijn dat ook gaan doen. Maar heeft een TL-kind dan minder ontwikkeltijd nodig dan een HAVO of een VWO-kind? Dat is toch eigenlijk heel erg maf. Dat een TL-kind 2 jaar krijgt voor die persoonlijke ontwikkeling. De HAVO-VWO'er krijgt er 3 jaar voor. En dan is dat kantelpunt en dat zien we iedere keer weer. En die TL'er krijgt er maar 2 jaar voor. Toen dachten we, nou, het zou best zijn dat daar het probleem zit voor een deel. Nou, dan ga je verder met denken. Als daar nou het probleem zit, dat dat kantelpunt eigenlijk na 3 jaar zit, moet je dan niet eens opnieuw kijken naar hoe je die school organiseert. Nou, dat hebben we gedaan. Dat hebben we in allerlei vlagen. Hè, vanuit deze conclusie zijn we door gaan denken. En dan denk je, nou ja, die moeten gewoon 1 jaar meer hebben. Maar lang niet iedere kind heeft echt 1 jaar meer nodig. Dus we zijn nu tot een herschikking gekomen om te zorgen dat onze TL-kinderen ook 3 jaar krijgen voor hun persoonlijke ontwikkeling. Dus we gaan nu vanaf volgend jaar gaan we een meer ongedeelde onderbouw maken. Dat wil zeggen 3 jaar voor iedereen. En in die 3 jaar willen we gaan werken met, want het waren, dan komt ineens je oude droom komt weer boven. Hè? Dan denk je, we zijn nog steeds meer met boeken en met presteren en met normen. Dat kan anders. Als je het zo zou doen, nou, we kregen steeds meer mogelijkheden in beeld. En we zijn gaan bedenken, we gaan in niveaugroepen werken. Dat betekent dat je als klas straks je coachgroep hebt. Dus dat is je stamgroep, je coachgroep. En per vak kun je op een verschillend niveau functioneren. Dus stel dat jij goed in wiskunde bent, dan functioneer je op dat moment in de C-groep of in de A-groep. He? Ben je wat minder in talen, ben je wat dan ook, dan kun je dus nog in die eerste 3 jaar, kan je je nog ontwikkelen. Kan je omhoog, kan je omlaag, kan je verschillende niveaus volgen. En dan zeggen we pas aan het eind van die derde klas, dit wordt het. Gaan we met u kijken, dan hoeft zo'n kind van 14 nog geen sector te kiezen. He, waar ze vaak helemaal nog niet aan toe zijn. Dan gaan we die determinatie gaan we gewoon even gelijk trekken voor HAVO, VWO en TL. En dat examenprogramma, dat komt daarna. En dat kan, en dan even op die MAVO, daar hebben we ook zitten puzzelen. Want ik weet niet wie van jullie nog weet hoe het 10 jaar geleden bij de MAVO georganiseerd was. Toen ik in Zwolle rector was van een school met een MAVO, toen begonnen we pas in de 4e klas met het eindexamenprogramma. Was volslagen normaal. Ja? Dat was doodgewoon. Je had 1, 2, 3 MAVO, HAVO, VWO. En daarna begon je met het examenprogramma. Dat kan gewoon. Dus wat wij nu bedacht hebben, is dat we gaan weer terug daar naartoe. Dus aan het eind van die derde klas, dan determineren we. Dan zeggen we HAVO, VWO of TL. Impuls is een heleboel investeren op je persoonlijke ontwikkeling. Als jij per ongeluk er 5 jaar voor nodig hebt, is dat helemaal niet erg. Dan kan je 2 jaar doen over dat examenprogramma. Loop je hartstikke lekker, doe je het in 1 jaar. Ja, dus we gaan daar, we gaan 1 groep maken daar en dan kijken we in maart, wanneer is het maart, als je de kinderen moet opgeven, kijken, ga jij dit jaar al of ga je volgend jaar pas? Voor de HAVO-VWO, ja, dat mag je natuurlijk ook. Je mag ook over een HAVO mag je 6 jaar doen. En ook over een VWO mag je 7 jaar doen. Is helemaal niet verplicht, maar het kan. En je blijft niet meer zitten bij ons, want dat is altijd zo naar. Maar je neemt gewoon de tijd die je nodig hebt. Dus die eerste 3 jaar voor je persoonlijke ontwikkeling. Dan kun je ook nog eens een dipje hebben in de 2e klas, zonder dat je meteen van schooltype moet veranderen. Ja, dus je kan nog eens omhoog. En onze kinderen zijn pubers, net als alle andere kinderen. Dus je maakt op die manier meer ruimte voor die persoonlijke ontwikkeling, leidend, en dat hoort ook bij Impuls, dus we gebruiken deze, het feit dat we met die MAVO zeggen, van, ja, daar zitten we steeds net iets onder wat de inspectie goed vindt.
maken we gebruik om daar een extra kans voor die persoonlijke ontwikkeling van te maken. Meer ruimte voor die persoonlijke ontwikkeling om zijn werk te doen, om naar dat kantelpunt te komen. En niet meteen al in de derde klas examenonderdelen. Niet meteen al vast kunnen lopen in de derde klas. In basis is dit het verhaal wat ik jullie wou vertellen. Nee, maar ik kan me voorstellen dat er nog een wereld aan vragen is, maar dit is het verhaal, dus het is helemaal geen wereldse verandering. Het is even een herschikking van dingen. Het gevoel van, hé, hey, waren we wel op de goede koers? In wie, jij was eerste. Ja, ik zit in de tweede en ik doe VWOT. En hoe ziet het jaar volgend jaar van VWOT er dan uit, nu deze verandering? Dat ziet eruit als de derde klas en je hoeft nog geen schoolexamens te doen. Dus je gaat gewoon verder met de stof. Maar stel dat jij nou heel goed in Engels bent, ja, en daar eigenlijk best op B-niveau zou kunnen functioneren, mag je dat volgend jaar op B-niveau doen. Dus wij gaan net zoals de klas, de eerste jaars, en iedereen gaan wij ook gewoon nog een... Dus de assessment geldt nu eigenlijk niet meer. Nou, als je ervoor gezakt bent, dan helpt het. Hè. Nee, wat weet je, er is iets anders aan de gang. Nee, ik snap je vraag hoor. Het is heel serieus. Wij moesten jullie een veel zwaardere assessment laten geven dan andere tweede klassers. Ja? En we vinden dat eigenlijk niet helemaal eerlijk. Dus als je er nu voor geslaagd bent, dan zeg ik, meid, fantastisch. Hij in het team, geweldig. Ja? En wees er gelukkig mee. Maar we gaan in die doorstroom in de onderbouw veel meer kijken naar dat assessment. Veel meer kijken naar je portfolio, naar je impulskant. En dat gaat bepalend worden voor je doorstroom. Nee, je blijft lekker in de onderbouw, maar je gaat wel doorleren. Ja? Je hoeft volgend jaar nog geen examens te doen. Maar bijvoorbeeld op de T in de derde klas moest je altijd kunst doen. Help even. CKV. En je moest maatschappijleer doen. En we gaan gewoon zorgen dat elke derde klasse die inhoud, want die is voor iedere derde klasse interessant, dat die dat afsluit in de derde klas. He, dus als je VWO hebt, dan is het zelfs dat, is het prima in je programma in te passen. Dus, maar we gaan wel zorgen dat je op dat je instructie, dus we gaan niet met hele brede klassen verder. Ja, dus dat je tot en met de derde klas van T tot VWO in één klas zit. Ja, wel in één coachgroep. Maar op je vak mag je functioneren op jouw niveau. Ja, dus je komt voor je vak in een niveaugroep te zitten. En kunst en cultuur gaat de setting in, willen ze. Dus we gaan veel meer ruimte voor het individuele leerplan. He, dus waar een van de dingen die cruciaal waren in ons hele verhaal was dat individuele leerplan. En in dat resultaatgerichte gehannes met die, werd dat steeds moeilijker. En we zien nu weer een kans om daar echt inhoud aan te geven. Dus wij pakken deze verandering in de wereld aan om meer impuls te worden dan we waren. En dat gaan we 4 juni uitleggen aan de inspectie. En ik denk, kom maar op. Ja, nou, fantastisch. Lotte heeft iets vragen. Nog meer vragen? Ja, Lotte hier. Ik heb een vraag, oké. Ik heb dus een vakkenpakket gekozen voor dit jaar en ik vond het wel moeilijk. Dus ik was heel blij dat ik eruit was wat ik wou. En is het nu dan zo dat ik volgend jaar niet meer dat heb wat ik heb gekozen? Je hebt altijd wat je hebt gekozen. Ja, maar als ik bijvoorbeeld nog extra als beeldende vorming en dan heb je ook iets anders of zo, geschiedenis in. In ieder geval bijvakken. Dus die gelden niet meer. Help me even. Je behoudt alle vakken in principe. Je houdt in principe alle vakken, behalve als jij, daar hebben we net over zitten praten vanmiddag. Ja. Stel dat je nou een echte T'er bent en dat Frans is voor jou toch even een partijramp. Ja? Wat kan? En als wij met elkaar erover eens zijn en jij ook dat het T gaat worden uiteindelijk, dan mag je in de derde klas Frans laten vallen. Maar stel dat jij stiekem nog hoopt naar de HAVO te gaan, dan zeg ik, meidje, dan mag je Frans niet laten vallen, want dan kun je niet meer naar de HAVO. Want de HAVO stelt 3 jaar Frans verplicht. Ja? Dus als jij met je ouders samen en wij en je coach in jouw individuele leerplan zeggen, bij jou geen Frans, dan heb jij geen Frans. Ja? Want voor jouw individuele leerplan past het dan. Moet je natuurlijk niet aan het eind van de derde bij ons komen, wil toch naar de HAVO. Dan zeggen we inhalen Frans. Ja? Oké. Dat is een vraagje.
Achter, ja, misschien. Dit meisje vertelde over dat ze nou in het derde jaar examen, dan moeten we geen examen doen, maar dat ze nou mooi op niveau zit. Dan begint ze dus gewoon in september met het examen. Ja. Dan doet ze gewoon VMBOT examen en is ze gewoon na 4 jaar klaar. Als zij in maart goed voorstaat, ja, dan is zij in 4 jaar klaar. Als zij halverwege het jaar ontdekt dat ze wel de helft van de scholen op examens goed heeft, dan zeggen we, meid, helemaal niet erg, doe je het volgend jaar. En dan gaan we het zo doen dat die examens mogen blijven tellen. He, dus je kunt een soort modulair, je kunt het vasthouden. Het enige wat we dan gaan doen, als je aan het eind van het eerste jaar met je Engels allemaal goed af, dan zeggen we, ja, maar helaas moet je volgend jaar, aan het eind van het jaar, nog steeds Engels examen doen. Ja. Dus we gaan wel iets doen om te zorgen dat je die kennis vasthoudt. Ja. Ja, je kunt wat uit te toevoegen, je kunt geen gespreid eindexamen doen. Nee, gespreid, dat mag niet. Nee, dat mag. Schoolexamen wel. Dan moet je gewoon 5 jaar over je VMBOT. En dat mag. Ja, dat mag. Wordt geen standaard, maar dat mag. Ja. Ja? Dus ik bedoel, en dat mocht ook altijd al. Ja, dat is zeker. Maar wij willen helemaal niet dat we willen geen zitten blijven en dat soort dingen. Je kunt gewoon in 1 of in 2 jaar dat doen. En dat wordt 1 groep kinderen waar we in maart zeggen, jullie gaan op. En als zij nou in het derde jaar, zeg maar, lijkt dat ze een aantal B's heeft en een aantal C's. Dan gaan wij kijken wat het wordt. En dan gaan ze dan wel in maart, in het derde jaar, bekeken van, goh, ga je nu HAVO of B-examen doen of ga je nu VMBOT-examen doen? Aan het eind van de derde klas gaan we definitief pas determineren. En het is ook nog zo, maar dat is voor de MAVO, kan dat nog niet officieel. Maar dat kan al wel bij de HAVO, dat je bij de HAVO sommige vakken op VWO-niveau afsluit. Dat kan. Okay. En in dit model kunnen we dat ook mogelijk maken. Dat willen we ook. Dus als je wat er tussen MAVO en HAVO zit, om maar even heel ouderwetse, en dan wordt bekeken, je bent mooi gegroeid, je kan in het derde jaar maart, je kan wel HAVO-examen doen, dan is dat het moment om die keuze te maken. Ja. Maart gaat om het eind. Examen. Ja, dit zijn 2 dingen door elkaar. Je hebt de determinatie aan het eind van het derde jaar. Ja. En je hebt in het examengroep. Vierde jaar. Dus wij noemen dat dan de bovenbouw. Ja. Als je dan in de bovenbouw MAVO zit, dan hebben wij het programma bedacht dat we dat zo gaan doen. Dat als je het in 1 keer met al je schoolexamens, we gaan niet meer zoveel schoolexamens doen. We gaan 3 schoolexamens per vak doen. Gewoon weer een beetje terug zoals het vroeger was. Ja. Als je dan er goed voor staat, dus je zou slagen op die cijfers, dan ga je centraal examen doen. Ja. Zou je dat nog niet, dan zeg je dat is prima, helemaal niet erg. Dan doe je het volgend jaar. Dan ga je niet zakken. Dan heb je gewoon nog meer tijd. En wat je gedaan hebt, staat. Dan moeten we alleen maar zorgen dat je dat vasthoudt voor het centraal examen. Want dat moet in 1 keer. Want wij moeten in de huidige tijdsgevricht, met de regels die er in het huidige tijdsgevricht zijn, over zoveel gemiddeld, en dat niet dit, en zo, daar moeten wij in overleven. En dat willen we zo doen dat we impuls blijven. Dat is voor ons de grote drang. Wel, we moeten voldoen aan die dingen, dat willen we ook. Maar we willen impuls blijven. En niet zoals al die vernieuwingsscholen die weer regulier schooltje worden. Want ik zeg altijd, als je regulier schooltje wil zijn, word dan regulier schooltje. En dat is een stuk makkelijker te organiseren dan dit. Ja, dus impuls blijft impuls. Wat mij betreft op mijn laatste snik. Maar we moeten leven in de tijd waarin we leven. En dan moet je een 6,2 gemiddeld hebben voor het eindexamen en geen 6,1. Ja. Helaas is het gewoon zo, Jan. Ik heb 2 dingen. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig, hoe zit nu in de VMBOT derde jaar eruit? Is het ook niet zo dat in het tweede jaar heb je ook allerlei vakken die gecombineerd zijn? En dan hebben mensen natuur, dat soort dingen. Maar richting het examen moet je toch toe naar de examenvakken zoals die op een examen ook gegeven worden. Dus dat zijn onderscheiden vakken. Dat zijn natuurkunde, dat zijn in verschillende talen. Hoe doe je dat? Ik bedoel, op het moment dat je een redelijk algemeen derde jaar hebt, heb je inderdaad letterlijk alleen nog maar 1 jaar, wil je het wel in 4 jaar niet meer hebben. Ja. Moet je die vakken ook ineens gesplitst? Moet je die... Ik denk dat het niet hoeft. Maar ik denk even terug naar hoe wij het deden toen, voordat iedereen naar de tweede klas al aan het drukken was. En dat komt prima. He, dus je moet gewoon, denk ik, wel, en ik denk dat onze docenten dat gewoon gaan doen, je moet zorgen dat kinderen in die derde klas toch naar dat vakkenpakket toe gaan. En dat je dat vak zo indeelt dat ze dat ook werkelijk kunnen doen. Dat ik daadwerkelijk die keuze kunnen maken. Ja, tuurlijk. Tuurlijk, ja. Maar dan krijg je allerlei vertragingen die je gewoon nog... Ja, maar wij hebben dus al besloten dat we aardrijkskunde niet meer aanbieden.
zeg ik maar. Dat hadden we al voordat dit was. Want aardrijkskunde, niet omdat het niet een leuk vak is, maar eigenlijk is impuls maatschappijwetenschappen perfect. Aardrijkskunde is nergens verplicht. Dus maatschappijwetenschappen, dat hadden we eigenlijk, we hadden eigenlijk al een soort gevoel van, ja, maar ja, wij moeten ook. We gaan gewoon weer terug naar de basiswaarden. En die basiswaarden, daar is maatschappijwetenschappen een uitstekend vak voor. Nou, dat kan prima in de vierde klas. Tweede vraag, want je ligt nu heel sterk op de persoonlijke ontwikkeling. Ja, ik denk dat daar heel, zijn we van. Een heel belangrijk punt op deze school. Maar als je het wat breder trekt, kun je ook op het moment dat je gaat werken met van die niveaugroepen per vak, zeg maar, dat kun je natuurlijk ook combineren. En dat kun je een sterk punt maken in de zin dat je overal naar het hoogste streeft. En dat gaan we ook doen. Helemaal goed. Maar dat lijkt me net zo goed een voordeel voor het systeem als het feit dat je doorsnijdt in de persoonlijke ontwikkeling. Ook per vak kun je natuurlijk naar het hoogste streven met docenten die daar zitten. En dat gaan we ook doen. En ik heb vanochtend ook weer een gesprek met de NHL gehad om te kijken of wij weer wat meer, ook stagiaires, zodat we makkelijker groepen in kleinere groepen, instructiegroepen kunnen verdelen. En ze werken mee. Het zou voor eer zijn dat je een school hebt die zo nadrukkelijk werkt met heel verschillende niveaus. Ja, en wij hebben daarmee, wij werden er zelf eigenlijk, nou zeg maar, wij werden er gewoon, soms denken we wel, oh, het is een hoop werk. Maar tegelijkertijd werden we er ook eigenlijk blij van. En het hele team werd er blij van. Had het gevoel, mensen bijvoorbeeld, wat er gebeurde, nou, Marja citeren, die had het even zo'n moment van 3 jaar bij elkaar, als ik in de derde klas nog steeds THV moet hebben. Ze zei, nee, toen zijn we gaan denken, ze hebben dat hoeft helemaal niet. Dus toen werden we er op vakgebied, wij hadden eigenlijk sinds, er ging eigenlijk een wereld open aan mogelijkheden. Want doordat je dit zo open houdt, heb je ook iets grotere aantallen, kan je dus ook weer. Dus het is zowel kwalitatief voor de vakken. En dus mensen, maatschappij werd helemaal blij, want die wilden gewoon van die lessentabel af. Die zei, wij gaan in de setting zitten. Kunst en cultuur, Machteld. Nou, zeg het zelf maar. Ja, ook in de setting. Dus inhoud voor de setting. Meer ruimte voor vakken op niveau. Maar ook dat je goed mag zijn in het vak waar je goed bent. En dat je niet naar zee moet, omdat je op andere dingen op zee zit. Ja, het gemiddelde niveau van. Nee, na 3 jaar kijken we waar je zit. Ja, en dan houdt het op. Ik bedoel, dan moet je het examenprogramma gaan doen. Dan kun je toch nog steeds zeggen van, ik doe examen op niveau 2 of T, maar ik wil 3 vakken op HAVO-niveau. Dat is juridisch, dat is wettelijk nog niet mogelijk. Daar zit het probleem. Dus bij HAVO-VWO is dat wel mogelijk wettelijk. Maar voor, wij kunnen altijd certificaten geven. Maar centraal schriftelijk doen met een combinatie van HAVO en MAVO vakken, dat kan nog niet. HAVO-VWO kan wel. Dan moet je zoveel mogelijk certificaten meegeven. Dan moet je ook gewoon portfolio meegeven. Zeg, jij hebt dit vak tot op dat moment op dat niveau gedaan met die resultaten. Maar examen, gecombineerd examen, kan alleen bij HAVO-VWO. En wij zitten gewoon aan de wettelijke mogelijkheden. Daar zitten we aan vast. Dit is niet de tijd om te zeggen, aan mijn laars ermee. Ja, want dan komt de inspectie langs en dan niks aan je laars.